Ja, goedenavond. Welkom op de hertgang. Waar het werkelijk met bakken uit de hemel komt, maar desondanks gewoon een hele mooie finale op het programma staat. De finale van de Eredivisie Cup. Tussen de vrouwen van PSV en die van FC Twente. En op de toch altijd wel sfeervolle hertgang wacht PSV een mooie taak. De 4-2 nederlaag van vorige week in Enschede goed maken. Uitdoelpunten te tellen gewoon dubbel. Ook vandaag. Betekent dat de opdracht heel simpel is voor PSV. Gewoon twee doelpunten te maken. En dan mag het na afloop de eerste prijs uit de clubhistorie omhoog gaan houden. De Eredivisie Cup. Neem niet weg dat Twente gewoon favoriet lijkt. Ook gezien het... Vooral gezien het resultaat van vorige week. Die 4-2. Omstandigheden zijn dus niet al te best. Zoals gezegd, tenzij je een groot liefhebber bent van voetbal in de regen. Dan kun je je hart niet op. Maar het aantal graden is op één hand te tellen. Het aantal regendruppels niet. En de windkracht vrees ik ook niet. Vlaggen staan strak. En zijn inmiddels doordrenkt met regen. Het zijn wel omstandigheden voor een epische pot voetbal. Je kunt lekker doorglijden, je kunt mooie tackles maken hier. Op het veld wat er overigens wel prima bij ligt hoor. En onder het geluid van Simply the Best van Tina Turner, zal Dick Advocaat zal het leuk vinden dat het ook bij de PSV vrouwen wordt gedraaid, betreden daar de dames van PSV en FC Twente het veld voor de finale. De finale van de Eredivisie Cup. Sinds dit seizoen het derde platform waarop de Eredivisie dames in actie komen. En een 2-0 achterstand voor PSV. Of twee doelpunten maken voor PSV. Moet toch ook geen onmogelijke taak zijn. Voor de ploeg van Sander Luiten. Ze staan niet voor niets bovenaan in de reguliere Eredivisie. Handen worden geschud. Toch veel dames met korte mouwen. Zeker aan de kant van Twente. Ja, PSV zal moeten hopen op een stuntje, op een mooie comeback. Maar goals vielen tussen deze twee ploegen al als rijpe appelen. Het is ontmoeting nummer 6 tussen deze twee ploegen. En de vorige keer dat Twente op bezoek ging hier op de hertgang werd het 1-0, maar die keer daarvoor 5-1. Uiteraard zou dat laatste resultaat genoeg zijn om na afloop de beker omhoog te houden. De opstelling van PSV. Op doel Santiago. Achterin Nadia Kolen, Aniek Nouwen, Julie Biesmans en Janou Levels. Middenveld wordt gevormd door Naomi Patiwaal, Sarah Jussiel, Kelly van Doren en Jesslyn Kuipers, die haar 199ste wedstrijd speelt vandaag. Aanval wordt uiteraard gevormd door Joelle Smits en Katja Snoeys, het koningskoppel van PSV. Ploeg wordt nog even opgepept door aanvoerster Kuipers. Er wordt zelfs nog even een teamfoto gemaakt. Alles om dit een historische dag te laten worden voor PSV. Zoals gezegd, eerste prijs in de clubhistorie staat op het spel. Opstelling van Twente. Daphne van Domselaar op doel. Lisanne van der Wal. Danique Ipema. Lynn Wilms. En Siska Volkertsma, de oud-PSV'er. Middenveld, Licia Darnoet, Davinia van Mechelen. Cheyenne van der Goorberg. Renate Jansen, Fenna Kalma en Ashley Weerde voorin. Eerste balcontact zal zijn voor Joelle Smits.
Scheidsrechter René de Loos. Check nog even of iedereen goed staat. En zal dan op zijn fluit blazen. Voor de finale van de Eredivisie Cup. Bal gelijk de lucht in hier. Dat is een goede bal naar de buitenkant. Patty Waal kan die al de eerste actie gaan maken. Zoekt de tegenstander op met de voorzet. En er is gelijk de kans. Voor Katja Snoeys. Maar komt niet tot een schot. Bal nu aan de linkerkant. En Nauwe kiest toch voor een tikje terug. Juiste moment vinden. Wedstrijdplan lijkt gelijk duidelijk. PSV aan de bal. PSV trekt een aanval en Twente zakt wat verder in. Terwijl hier een hele mooie bal wordt gegeven richting Naomi Patty Waal. Maar die bal schiet dan net door op het natte veld. Ik vrees dat we dat nog vaker gaan zien hier. Ja, Katja Snoeys, die kreeg toch wel een aardige kans. Kon die bal net niet helemaal controleren. En konden ze ook niet afdrukken. Was een mooie start geweest voor PSV. Eerste van twee doelpunten had ze op de schoen. Inworp is voor Twente. Renate Jansen daar terug. Op Van der Wal. En PSV heeft gelijk de bal weer teruggeveroverd. Goed gedaan door Kolen. Nu met het balletje naar Kuipers. Dat is een goede paas. Maar wederom schiet die bal door. Kan ze daar nog wat mee? Katja Snoeys, dat is een penalty. Ja, dat is uiteraard een penalty. Scheidsrechter in Nederloos legt hem gewoon op de stip. Leek toch niet zoveel aan de hand aan de kant van Twente. Dani Kiepema kon die bal toch controleren. Maar ging er niet al te goed af. En dus ligt die bal op de stip. Gele kaart is nog gegeven aan Ipema. Kelly van Doren gaat de penalty trappen. En dus kan er na een paar minuten al de 1-0 op het bord staan. Nog geen 3 minuten gespeeld. Speelsters krijgen duidelijke instructie. Niet te vroeg inlopen. Ja, zo'n bal goed leggen in de regen kan nog lastig zijn. Dan zal die Danique Ipema toch van balen. Leek niet te veel aan de hand. En Kelly van Doren gaat trappen. Voor 1-0. En hoor dan die opluchting hier op de hertgang. Het kan gewoon. De strijd om de Eredivisie Cup is weer helemaal spannend. Kelly van Doren trapt hem gewoon binnen. Jansen hier naar Wims. Die levert hem in, weer bij Levels. En dan gaat Katja Snoeys gaat weer achter die bal aan. Maar nu wordt er wel adequaat verdedigd. Adequaat ingegrepen door de verdediging van Twente. Door Danoet. Bal leek mij toch voor PSV. Renate Jansen levert hem erin. Maar datzelfde doet Janu Levels. Ja, Twente, dat stond toch op een gegeven moment in dit tweeluik met 4-0 voor. Kwamen op 4-0 voorsprong in het eerste duel vorige week in Enschede. Maar wonder boven wonder maakte PSV nog 2 goals in blessuretijd, waardoor deze wedstrijd nog spannend is. En door dat eerste doelpunt van Van Doren is het helemaal weer interessant geworden. Goeie actie hier van Patty Waal. Zoekt daar tegenstander weer op. En sleept daar toch weer een corner uit.
Wordt getrapt door Janu Levels. Die moet een stukje oversteken. Van linksachter naar de rechtsbuitenpositie. Buitenbeeld krijgt Joelle Smits even te horen dat ze niet zo moet duwen. Ze worden in de gaten gehouden. Hier is Ipema. De pechvogel van zojuist levert hem weer in. Mooie actie weer van Patty Waal. Is toch een wapen aan de rechterkant daar. Joelle Smits. Kan er net niet bij. En de bal is alweer bij PSV. Twente komt niet aan het spel te pas. Ipema met de ingreep. Weer half. Patty Waal. Haalt er maar weer eens een corner uit. Het begin van PSV is stormachtig. Denk zomaar dat Twente nog niet eens van de eigen helft af is geweest. Weer een goede corner en een goede kopbal ook. Van Sara Yassil. Maar een metertje naast. Kijk wat er gebeurt. En het druk zetten van PSV werkt, want wederom heeft het de bal veroverd. Tot ontsteltenis van Twente-trainer Tommy Stroot. Die zich op staat te winden. Wilms nu weer met de inworp voor Twente. Wilms die is opgeroepen voor Oranje. En ze mag gaan melden voor het Tournoi de France. Bij de ploeg van Sarina Wiegman. De vieze wereldkampioen natuurlijk. Wedstrijden worden begin maart gespeeld. Waarbij Oranje onder andere terugkeert in Valencia, waar het bij het afgelopen WK ook al zulke mooie successen boekte. Eerste aanvalletje nu van Twente. Waarbij de bal weer wordt heroverd. En de voorzet wordt binnengekopt. Eerste gevaartje daar. Fenna Kalma schampte de bal in plaats van dat ze hem drukte. En dus ging die voorlangs. Bal schiet door nu naar Katja Snoeys. Die gaat 1-1. Dat zal toch 2-0 zijn? Nee. Goede redding van Daphne van Domselaar, zegt. Die bleef gewoon staan. Die bleef gewoon naar de bal kijken. Maar Katja Snoeys zou dan van balen. Die had hem willen maken. En als spits moet je hem eigenlijk ook maken in zo'n geval. Had de stand binnen 10 minuten weer gelijk kunnen trekken. En het zal Twente zorgen maken dat de eerste beste doeltrap in één keer een kans wordt. Smits weer aan de bal hier. Patty Waal gaat er maar weer eens voorbij. Nee, Twente toch geen grip op. Bal voorlangs. Binnen getikt, nee. Van Mechelen werkt weg. Namens Twente en kan gaan beginnen aan de tegenaanval.
Ashley Weerden nu. Ook zij gaat zich melden bij Oranje trouwens. Maar begaat hier wel de overtreding op Nadia Kolen. En zo heeft PSV binnen 3 minuten, of binnen 3 minuten, binnen 10 minuten, tot 3 volle kansen gecreëerd, waarvan er eentje inging. En verdient het niet meer weer eens een corner. Via Joelle Smits. En begint Levels weer aan de overtocht. De luchtmacht van PSV meldt zich. Onder andere Aniek Nouwen. Die bal gaat proberen binnen te koppen straks. Ja, PSV heeft toch een overschot aan lengte ten opzichte van Twente. Kan een wapen zijn in dit soort wedstrijden. Mits die bal natuurlijk de lucht in gaat. Nu de tegenaanval. Met Ashley Weerden. Die is pijlsnel. Maar dat geldt ook voor Levels. En hier Yusiel. De regisseur van PSV. De ervaren rot. De Belg die dit jaar 32 gaat worden. En met al die jonkies van PSV is dat geen overbodige luxe en een beetje ervaring. Bal nu weer bij PSV, bij Levels. En een bal vooruit. Dit keer wel weggekopt door Ipema. En Patty Waal. Nou, dit is niet meer normaal. Die gaat er maar weer eens langs. En die schiet. Recht in de handen van Daphne van Domselaar. Maar Naomi Patty Waal, die is wakker. Zoveel is duidelijk. Alles lukt tot nu toe bij haar. Beetje ongelukkig in de afwerking. Maar dat is geen schande. Van Mechelen wint dat kopduel. En Wilms tikt die bal toch buiten. Niet volgens het arbitrale trio. En dus mag het spel weer verder. Hier weer Van Mechelen aan de bal. Die vorig jaar nog 9 wedstrijden speelde in het eerste van PSV. En dit jaar bij Twente in de basis staat dus. Leuk voor haar. En PSV kan weer gaan aanvallen na een foute breedtebal van FC Twente. PSV weet toch elke keer uitstekend die bal in de ploeg te houden. Zou je net zien op het moment dat je dat zegt, dat hij over de zijlijn vliegt. Maar de rust aan de bal is duidelijk een verschil in de openingsfase tussen PSV en Twente. Waar toch nog behoorlijk wat mensen op af zijn gekomen. Ondanks het vreselijke weer, een ander woord kan ik er niet voor bedenken. Het regent hier al uren en het is niet van plan te gaan stoppen. Hopelijk kunnen de speelsters in de rust een shirtje aantrekken. Patty Waal weer daar in de kleine ruimte. Bal nu bij Twente, die gaan aan een aanval beginnen. Maar Yusiel staat uitstekend opgesteld. En zoekt gelijk naar Snoeys.
Er is Van Doren de doelpunt te maken. Geen overtreding daar. Wat Van der Wal deed, was volgens de regels. De bal weer bij Levels. Die weet wat het is om te winnen. Dat is een doeltrap inderdaad. De bal ging nog uiteindelijk via Katja Snoeys. Ondanks de claim voor de corner. Netjes daar verdedigd door Licia Darnoet. Die weer de bal krijgt. En het terugspeelt naar de keeper. Dat is een goede bal, Renate Jansen nu. Voorzet is minder. Maar er lag ruimte voor Twente. Maar hier ligt er ruimte voor PSV. Hier gaat Joelle Smits. Zoekt de tegenstander op, Ipema. Maar goed verdedigd dit keer. Dat zal haar geen tweede keer gebeuren natuurlijk. Jussiel met de voorwaartse paas. Snoeys op zoek naar Patty Waal, maar vindt hem niet. En nu kan Twente weer aan een aanval gaan beginnen met Weerde. Maar het begin blijkt het eind van de aanval. Hier Biesmans aan de bal. Die weet wat winnen is, bedoelde ik. Verover, dat is een van de weinigen in deze selectie van PSV wel ooit een prijs. Sterker nog, werd 7 keer kampioen met Standaard Luik. En heeft het prima naar de zin hier in Eindhoven. Kwam deze zomer over van Bristol City. Club die in het hoogste Engelse niveau actief is. En waar het nog veel harder kan regenen. In Bristol dan in Eindhoven. Al bewijst vandaag het tegendeel. Hier weer aan de bal. Julie Biesmans. Volkertsma hier aan de bal. Siska Volkertsma, die ook nog 2 jaar speelde hier voor PSV. Van 2015 tot 2017. De Friesin. Weer terug dus op bekend terrein. Ja, de stem die u af en toe hoort is die van Tommy Stroot. De Duitse trainer van FC Twente. Hij probeert zijn ploeg aan te moedigen. En is gezegend met een... in ieder geval een hard stemgeluid. Schroomt zich ook niet om zonder paraplu en zonder winterjas gewoon in de regen te gaan staan. De trainer van Twente. En die ziet dat zijn ploeg weer aan een aanval begint. Het ziet er ook weer gevaarlijk uit, maar Jussiel staat wederom goed opgesteld. Maar Ipema is dat ook aan de andere kant. Dat is knap gedaan. Waardoor Twente weer kan gaan voetballen. Maar hier de bal verspeeld. Via Volkertsma. Maar een goede ingreep daar weer. Ja, tot 2 keer toe. Van Darnoet.
En dan krijgen we weer een corner. Bal via Volkersma over de achterlijn. Ja, Joelle Smit zal toch ook azen op het doelpuntje. Tegen haar oude werkgever FC Twente. Werd hier vorig jaar op dit veld nog landskampioen. Door maar 2-3 te winnen van PSV. Toen dus nog in het shirt van Twente. Jussiel komt niet echt tot een lekker schot. En dus wordt de bal weggewerkt door Twente. Die voorzet is beter. Schotje van Levels. Die nu nog voorzet mag gaan proberen. Die weer resulteert in de inworp. Zo blijft PSV druk houden. Patiwaan nu even uitgeweken naar de linkerkant. Ja, ook voor de mediaploeg is het geen pretje. Vandaag hier in Eindhoven, althans het weer natuurlijk. Het spel is golft op en neer. Zitten toch in de eerste 20 minuten naar een best wel vermakelijke wedstrijd te kijken van de Eredivisie Cup. Een toernooi dat een laddercompetitie wordt genoemd. Ik zal u het hele competitievorm wat niet proberen uit te leggen. Maar ik heb er wat research naar gedaan deze week. En het komt er in ieder geval op neer dat PSV en Twente elkaar voor de tweede keer dit toernooi tegenkomen. Terwijl PSV hier weer een corner verdient. Ja, PSV schakelde Twente uit in de eerste rondes van dit toernooi. En dus mocht het een treetje hoger gaan spelen en ging Twente weer een treetje lager spelen. En toen PSV ook Ajax had verslagen in de vorige ronde, mocht hetzelfde tegenstander uitzoeken voor de finale wedstrijden. En koos het dus weer voor regerend landskampioen FC Twente. De Eredivisie Cup vooral opgezet om grotere ploegen vaker tegen elkaar te laten spelen. Voor uiteindelijk het grotere doel om het algehele niveau wat omhoog te krikken. Terwijl Levels hier flink uithaalt. En zoveel scheelde dat nou ook weer niet. Metertje naast. Ga eens wat hoger staan. Janu Levels. Die gisteren trouwens op de training. Zo is te zien op het Instagram kanaal van de PSV Vrouwen. Een bal stijf in de kruising jaagde. Overtraining hier van Licia Darnoet. Op Katja Snoeis. Schreeuwt het uit, maar loopt inmiddels ook alweer. Gevaarlijke vrije trap. Dus voor PSV, er zit wel wat in vanaf deze positie. Levels en Van Doren bij de bal. Van Doren slingert hem in. Terwijl hier weer een kans ontstaat voor PSV. Ja, het schot van Katja Snoeis. Misschien toch nog een beetje last van die linkerpoot. Want echt kracht kon ze er niet achter zetten. Na die overtreding van zojuist. Dat is gevaarlijk doorgekomen door Twente. Levels zit er net op tijd bij. Want die Ashley Weerden zat toch alweer te azen. De Oranje International. Jesslyn Kuipers hier, de aanvoerster.
En Patty Waal gaat schieten. Maar die bal kan bij de eerste paal worden opgevist. Door Van Domselaar. Die met afstand het meest smerige shirt zal hebben na de eerste helft. Waarbij Twente maar weer eens onder druk wordt gezet. En Volkerts maar die bal breed tikt naar Levels, de oud ploeggenoot. Maar die kan niet aan een aanval... toekomen. Zat toch wel weer muziek in? Dat vroege druk zetten van PSV, daar heeft Twente echt nog geen antwoord op gevonden. Appel voor Hens, maar het spel gaat door. Weerde nu aan de bal. Naar Renate Jansen. Is die bal te kort? Die bal is te kort. Snoes met de voorzet, Snoes met de voorzet, wordt hij binnengegleden op de paal. Leek alsof die bal op de paal eindigde. Dat scheelde toch niet veel, was PSV vlak bij de 2-0. De 2-0 waarmee het aan het eind van de rit de Eredivisie Cup verovert natuurlijk. Want ook al staat PSV voor, mocht dat na 90 minuten zo zijn, gaat de beker naar Twente. Na die 4-2 van vorige week. Renate Jansen nu, daar lag ruimte. Voor Van Mechelen. Dat is een flinke tackle. Dat was een gevaarlijk inkomen daar van Lin Wilms. Maar blijkbaar niet afgefloten. Kan Snoes hier wat mee? Die kan hem naar Patty Waal geven. Patty Waal kan schieten. En het net bolt. Maar de verkeerde kant op. Ja, Joelle Smits maakte er al 22 dit seizoen. Hij heeft, terwijl het nog februari is, al een clubrecord te pakken. Nooit scoorde een spits van PSV zo vaak in één seizoen. Knap toch? Van de Brabantse Smits. Want geboren in Hintham, vlakbij Den Bosch. Woont weer bij haar ouders ook. Nu ze is teruggekeerd uit Twente, waar ze de vorige twee seizoenen speelde. En Patty Waal is een stukje sneller dan haar tegenstander en heeft weer een goede voorzet in huis. En het lijkt toch alle hens aan dek achterin bij Twente. Moeten we een hoop brandjes worden geblust daardoor Darnoet en door Riepema. Speelt er een ontzettend goede wedstrijd naar Omi Patty Waal. Goed in de rugdekking. Absoluut in vorm. De middenvelder uit Maastricht. Jussiel verovert maar weer eens een bal. En Van Doren gaat maar weer eens schieten. Wilde ik zeggen, maar ze wordt neergelegd. Sienne van der Goorberg was het daar met de overtreding. En dus een hele gevaarlijke plek voor een vrije trap. Aniek Nouwe pakt die bal alvast. Blijkt er toch op dat zij gaat schieten. De centrale verdediger. Wordt dit dan de 2-0 na een half uur spelen? De 2-0 laat nog even op zich wachten.
Dat is mooi gespeeld daar door Siska Volkertsma. Balletje naar buiten nu. Kalma zoekt voor in oppositie. Maar de bal bereikt de spits van Twente niet. En Patty Waal, zorg maar weer eens voor het balbezit voor PSV. Iepema nu aan de bal. Die zo ongelukkig begon. Maar zich toch prima hersteld heeft. In de tweede helft. In het tweede deel van de eerste helft moet ik natuurlijk zeggen. Renate Jansen hier aan de bal. Balletje voorwaarts. Davina van Mechelen probeert de tegenstander te poorten. Maar daar trapt Nouwen niet in. Dat is een gevaarlijke bal naar Renate Jansen. Die kan hem aannemen. Geen buitenspel. En dus een corner. Want Biesman zat daar goed bij. Maar die Renate Jansen is er natuurlijk één om in de gaten te houden. De international, de Europees kampioen ook van 2017. Scoorde nog twee keer in die 4-2 van vorige week. Terwijl hier een scrimmage is. En zit die bal er dan in? Ja, die bal zit erin. Het lijkt Iepema te zijn die hem maakt. Spelers van PSV geblesseerd, onder andere keeper Santiago. Dat ziet er pijnlijk uit. Je blijft echt niet voor je lol liggen op dat natte gras. Annick Nouwen heeft er ook last van. Maar René de Loos, de scheidsrechter van vanavond, heeft niks gezien wat niet mag. En dus zit die bal erin. Ja, hier in het stadion weten ze ook niet wie hem nou uiteindelijk heeft gemaakt. Laten we maar even opschrijven voor Danique Iepema. Die was er in ieder geval dichtbij in de buurt. Ja, Santiago zegt dat ze geduwd is. De Mexicaanse. En zo is de opdracht voor PSV na 34 minuten weer precies zoals hij was na 0 minuten. Namelijk twee doelpunten maken. Bij 3-1 blijft de beker ook in Eindhoven. Levens levert er weer in bij Van Mechelen. PSV lijkt een beetje van slag. Maar Kuipers, als een ware aanvoerster, stelt orde op zaken. Streep door de rekening toch, voor PSV. Eerste corner van Twente was gelijk een doelpunt. PSV zelf heeft al een hoop kansen gehad om eerder al de 2-0 te maken. Inworp nu weer voor Twente. Twente lijkt er weer in te geloven. Heeft weer hernieuwde energie gevonden. Door dat doelpunt zojuist. En PSV is een beetje van slag. Wilms nu met de inworp. Dit ziet er toch al veelbelovend uit. Katja Snoeys gaat het bedoel af. Maar wordt de pas afgesneden, daardoor Lisanne van der Wal.
Dat was een prima ingreep van de verdedigster van Twente. Die herstellend is van een... hersteld is van een zware knieoperatie. Raakte 11 maanden geleden zwaar geblesseerd aan haar knie. Lisanne van der Wal. Maar gelukkig voor haar kan ze weer dit soort tackles in gaan zetten. Zonder dat ze daar pijn van voelt. Bal bij Kalma. Ah, die dieptepaas van Van Mechelen is net iets te scherp. Ja, hier goed te zien. Twente kiest ervoor om niet massaal druk te zetten op PSV. Maar een beetje ruimte te geven. Waar PSV bij ongeveer iedere doeltrap van Daphne van Domselaar erop vliegt, werkelijk. Kan in de tweede helft nog wel Sparta gaan spelen. Want het kost natuurlijk veel energie. Maar goed, ook Twente heeft een zwaar programma. En zal niet helemaal ook zo fris aan deze wedstrijd zijn begonnen. We spelen 4 wedstrijden in 11 dagen. En hebben daarom ook 4 andere speelsters opgesteld ten opzichte van een wedstrijd tegen PSV. Vorige week vrijdag. Onder andere Volkertsma is erin gekomen. Davine van Mechelen. En Fena Koma. Twente dat midweeks ook nog speelde tegen Ajax. Een inhaalduel. Oorspronkelijke datum werd letterlijk en figuurlijk uit de agenda gewaaid door de storm Chiara. Twente won afgelopen week wel van Ajax met 2-1. Een resultaat waar ze in Eindhoven blij van worden, want de voorsprong op Ajax is nu alleen nog maar groter geworden. En dus is PSV in de competitie mooi op weg naar de eerste landstitel. Al worden de punten natuurlijk wel gehalveerd straks in de play-offs. Maar die eerste prijs uit de clubhistorie die moet er vanavond nog komen. Ja, alle droge stoeltjes zijn vanavond bezet op de hertgang. Alle natte. Maar dat zult u wel begrijpen. Zijn even gelaten voor wat ze zijn. Dat is een duw in de rug, lijkt me, van Patty Waal, ja. Aardig opzichtig. Oh, 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 Santiago, ja, ja, ja. Laat hem door, handen glippen. Cecilia Santiago, wat zal die daarvan balen? En zo komt Twente op 1 tegen 2. De bal nat. Het veld nat. De handschoen nat. En dan resulteert dat in dit soort praktijken. Ja, Lin Wilms
was het uiteindelijk die hem binnen kon glijden. Maar het doelpunt zal toch vooral herinnerd worden aan Cecilia Santiago, de Mexicaanse. Heeft de ploeg al vaak op de been gehouden. Maar dit keer was haar bijdrage minder positief. En dus daar doelpunt van Lynn Wilms. De rechtsback. Mee naar voren gekomen, loerend op dit soort acties. En gezegd, ze zat er goed bij. Fenna Kalma nu. Gebruikt goed haar lichaam. Bal diep op Renate Jansen. Die gaat het in één keer proberen. Probeert Santiago weer te verrassen. En dat was toch een leek balletje van Renate Jansen. Zo verschilde dat niet, zeg. Voor de goede orde. PSV zal er 3 moeten maken nu. Om een verlenging voor elkaar te krijgen. Dan is het in beide duels 4-2 geworden. En pas bij 4 doelpunten vanaf nu is PSV na 90 minuten de winnaar. Wat heeft PSV dan toch uit handen gegeven in die eerste helft? Eerste half uur leek er niets aan de hand. Kans op kans. Op kans op kans. Maar met een 1-0 was daar die corner die kon worden binnengewerkt. Uiteindelijk door Ipema. En zojuist de 1-2, de vrije bal. Die via Willems binnen kon worden getikt. Kan hier dan al het volgende doelpunt komen voor PSV. Het tikkie is goed, maar het tikkie is in het zijnet. Van Joelle Smits. Die er nog weinig aan te pas komt. Had waarschijnlijk toch gehoopt op een... iets mooiere avond hier in Eindhoven. Extra zuur voor PSV is natuurlijk dat de wedstrijd van vorige week pas de eerste nederlaag was van dit hele seizoen. Verder werd er alleen nog maar gewonnen en een paar keer gelijk gespeeld. Maar ook dat waren niet zo heel veel wedstrijden. En dan extra zuur als het in de finale dan misgaat. Want hier gaat Fenna Kalma weer. Balletje breed naar Renate Jansen. De voorzet, die kan worden weggewerkt door Biesmans. Volkertsma zoekt de ruimte daar rechts voorin. Dat doet ze goed. Spits nu weer aan de bal. Voorbij Van der Goorberg. Op rechts staat Patty Waal vrij. En dan lijkt de geschiedenis zich toch weer te halen. Want wederom haalt Patty Waal er een corner uit. De strijd is natuurlijk nog niet gestreden, hè? De wedstrijd in Enschede is daar een mooi voorbeeld van vorige week. 4-0 na 90 minuten en 4-2 na 93 minuten. PSV maakte nog 2 goals in de blessuretijd. En heeft er nu 3 nodig voor een verlenging. Dat lijkt me Hens. Meneer de scheidsrechter, dat lijkt me Hens. Oeh. Terwijl Biesmans daar nog een mooi schot had.
Maar er ging bij Twente toch een arm in de lucht. Bal kwam er tegenaan. Maar het scheidsrechter de Loos zegt niets van waar. Geen opzettelijke handsbal. Geen onnatuurlijke beweging. En dus slecht een corner. Ja, dat was wel een tikkie. Van Mechelen hield Levels daar vast. De oud-ploeggenoten. Balletje naar Van Doren. Maar die voorzet bereikt geen ploeggenoot. PSV lijkt in de slotfase van de tweede helft weer wat beter in de wedstrijd te komen. Jagend op die 2-2. Het zou geen onterechte ruststand zijn. Sterker nog, de 1-2 is toch tegen de verhouding in. Jusiel nu met de actie. Dat doet ze goed. Blijft aan de bal. Schot nu uit de tweede lijn van Kuipers. Maar PSV zal met iets groter gevaar moeten gaan komen in de tweede helft om het Twente nog echt moeilijk te gaan maken. Bal blijft binnen, bal blijft binnen. Maar nu toch niet meer. Via Renate Jansen over de zijlijn. En daar het rustsignaal van René de Loos. Het is de zeer interessante eerste helft tussen PSV en FC Twente. PSV toch het betere van het spel, het betere van de kansen. Maar de tussenstand, hoe pijnlijk ook, voor de ploeg van Sander Luiten is 1-2. En dus is de opdracht duidelijk voor PSV in de tweede helft. 3 doelpunten te maken voor in ieder geval verlenging. En 4 om na afloop al met die beker omhoog te staan. We zijn zo bij u terug.
Speelsters melden zich weer voor de tweede helft van PSV tegen FC Twente. Finale van de KNVB Eredivisie Cup. Eerste editie. Stand bij rust nog altijd. 1 tegen 2. En bij Twente weten ze ook wel dat ze daar bijzonder goed mee weg zijn gekomen in de eerste helft. Want de doelpunten zijn er weliswaar voor de ploeg uit Enschede. De kansen waren voor de ploeg uit Eindhoven. En dus is de opdracht voor PSV simpel. Maar desalniettemin bijzonder moeilijk. Want tegen de zesvoudig landskampioen zal PSV deze tweede helft 3 keer moeten scoren om een verlenging af te dwingen. Dan is het 4-2. Dat was ook de stand afgelopen vrijdag in Enschede. En daar Danny Koevermans. Was toch wel een spits voor dit soort potjes. Maar helaas niet speelgerechtigd natuurlijk, Danny Koevermans. Assistenttrainer vandaag de dag van Sander Luiten. Weet ook hoe het is om prijzen te winnen, de Koef. Naast dat hij ook nog 49 scoorde voor PSV, werd hij ook nog landskampioen hier in Eindhoven. En toegegeven, deze heb ik even opgezocht. Hij won in zijn tijd bij Toronto ook nog de Canadese beker, Danny Koevermans. En nu jaagt hij als assistenttrainer van de vrouwenploeg op de Nederlandse beker, de Eredivisie Cup. Geen wissels, zo te zien, in de beide formaties. Zelfde 22 speelsters op het veld. En net als ik dat zeg, blijkt dat er toch wel gewisseld is bij Twente. Mijn excuus. Dat was toch gelijk weer een goede kans voor Katja Snoeis, zeg. Had PSV goed kunnen gebruiken. Gelijk de aansluitingstreffer na 40 seconden in de tweede helft. Wissel bij Twente is duidelijk. Siska Volkertma is in de kleedkamer achtergebleven. Ella Peddemors, haar vervangster. Met nummer 26. En Peddemors hier haalt de voorzet eruit. Verwerkt hem tot corner. Maar buitenspel geconstateerd door het arbitrale trio. Dus helaas gaat dat niet door. Geen overtreding daar, maar een blessure wel voor Ashley Weerde. Is buiten beeld op het gras blijven liggen. En dus zal die bal nu naar buiten gaan. Al doet PSV daar niet aan mee. Gewoon doorgespeeld hier. Ondanks dat Ashley Weerde buiten beeld nog steeds geblesseerd op de grond ligt. En daar is het Ipema die uiteindelijk wel helpt voor haar ploeggenoot. Ja, zag Kelly van Doren niet? Of wilden ze het niet zien? Feit is dat die bal gewoon binnen bleef. Weerde die geblesseerd raakte naar een soort leek toch wel onschuldig duelletje met Nadia Kolen. En PSV nu wel sportief. Balletje netjes terug. En gelijk weer druk. Waardoor die bal hier terug veroverd wordt. Door Aniek Nouwen. Oké, zet neer. Direct op druk. Oriëntatie, kom op! Goed, Ella. Van der Goorberg nu. Met een goede breedte paas. Van der Goorberg die ook nog scoorde. Een van de 4 doelpuntenmakers. Buiten 2 keer Renate en 1 keer Bente Jansen. In het heenduel van deze finale.
Ligt tikkie daar van de Vinia van Mechelen. Die goed speelde in de eerste helft. Ondanks dat Twente aan het loeren was en niet aan het aanvallen, speelde zij toch een degelijke helft. Balletje nu weer doorgekopt. Ipema zit er goed tussen. Maar kan worden opgepikt. Nee, Ipema nog een keer ertussen. Schiet hij terug, maar het schot maar geen doelpunt van Katja Snoes. En zo heeft PSV, ja, we zijn 3 minuten onderweg. Toch alweer 2 grote kansen gehad. 2 keer was Snoes erbij betrokken. Lijkt een beetje op hetzelfde beeld als in de eerste helft. PSV dat de kansen krijgt. En als het dan helemaal gelijk zou zijn, zou Twente hier de 1-3 gaan maken. Maar zover is het niet. Van der Goorberg pakt hem hier weer op. Houdt de bal in de ploeg. En nu naar Weerde. Die haar tegenstander goed uitspeelt. Maar Nadia Kolen komt altijd weer terug. Nu met de diepe bal naar Katja Snoeys. Voor wie het toch een frustrerende avond begint te worden. Had een paar doelpunten kunnen maken vandaag. Ja, jammer. Oké, organisatie. En dan voor. Uppie. Dus ja, hey. Even houden de bal. Even de bal houden. Tuurlijk. Hoog tempo blijven. Ja, Twente dat hier dus vorig jaar kampioen werd op de hertgang. Een wedstrijd die in 2-3 eindigde. Maar waar nog lang niet alles over gezegd is. Want 2 zuivere doelpunten van PSV werden die avond afgekeurd. Vanwege vermeend buitenspel. Waar niets van waar was. En bij winst had PSV vorig seizoen gewoon nog voor de titel kunnen gaan op de voorlaatste speeldag. Maar Sander Luiten en zijn ploeg verloren heel pijnlijk met 2-3 van FC Twente. En dus ging de schaal mee in de bus naar Enschede. En was de teleurstelling groot hier in Eindhoven. Nou leek dit zo'n mooie mogelijkheid om een keer revanche te pakken op Twente. Die rivaal die in de competitie zo vaak wordt verslagen. Maar in finales zo vaak niet. En dat kan nog steeds natuurlijk. En dan heeft PSV tenminste 3 doelpunten nodig. Maar dit schot van Jesslyn Kuipers wordt niet gepromoveerd. Tot goal. En blijft slechts bij een schotje. Maar hier dan. Dat lijkt me een overtreding. Is het een penalty? Of ligt hij er net buiten? Hij ligt er net buiten. Gele kaart is al in de hand. Lijkt me voor invaller Peddemors dan. Werd er toch een mooie aanval in de kiem gesmoord. Kelly van Doren bleek op weg naar een doelpunt. Haar tweede van deze avond. Maar ze mag het nu vanaf metertje of 18 gaan proberen. Heerlijke trainingsbal. Zo schiet je ze naar een partijtje er nog even 10 in de kruising. Maar die tellen niet en deze wel. En dan zal je zien. Dan eindigt hij bij de keeper. Kelly van Doren niet met haar tweede van de avond. Van Doren, net als een hoop andere speelsters van PSV, opgeroepen voor de nationale ploeg. Zij gaat zich melden bij de onder 23 ploeg Jong Oranje. Die verschillende interlands gaan spelen tegen leeftijdsgenoten. Ik dacht in La Manga, Spanje. Zal het iets minder hard regenen dan hier in Eindhoven? En zoals gezegd. Ook 2 speelsters die zich gaan melden bij het grote oranje. Joelle Smits. En Aniek Nouwen.
En bij Twente is dat onder andere deze Ashley Weerde. Waarbij Sarine Wiegman in ieder geval heeft gezien vanavond dat ze goed druk kan zetten. Want dat zag er weer goed uit. Hier Jussiu aan de bal. Het cement op het middenveld van PSV. Dat lijkt me weer een kans. Ja, 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 dat is... Nee, paal. Ach, ach, ach. Katja Snoeys. Dan zit het ook niet mee. Speelt haar tegenstander prima uit. Doet eigenlijk alles goed bij dat schot. Maar dan valt hij net 5 centimeter te ver naar rechts. En klotst hij via de binnenkant van de paal zo weer terug het spel in. Het zijn wel ballen die je eigenlijk moet maken. Als je nog 3 goals moet maken. In een goed half uurtje. Maar wie weet is de voorbode voor meer. Van Doren nu in de scrimmage. Gaat Patty Waal met het schot. En als er een award zou worden uitgegeven voor de speelster die de meeste corners verdient. Dan gaat hij absoluut mee naar Maastricht. Naar Naomi Patty Waal. Want dit is volgens mij al de 6e of de 7e corner die ze verdient voor haar PSV. Bij Twente werd er eentje ingekopt in de eerste helft. En bij PSV in de tweede helft weer via zo'n scrimmage. Wordt er nu geschoten vanuit de tweede lijn door Joelle Smits. Levels nu. Die kan een goede voorzet gaan geven, maar die tackle is op de bal. Dan is dat een hele goede ingreep van Van Mechelen. En het is toch ook wel een project waar Sander Luijten aan kan gaan werken met zijn ploeg. Want als je zoveel corners krijgt en daar toch zo weinig kans uit creëert... Ligt er in ieder geval ruimte voor verbetering. Ook dit was weer een gevaarlijke mogelijkheid. Maar Twente had er net een iets eerder een voetje tegenaan dan dat de speelster van PSV dat kon doen. Snoeis nu weer. En, jawel, wederom een hoekschop. Ik zou toch zeggen dat een korte corner ook een keer het overwegen waard is. Maar er meldt zich niemand voor de korte paas. Van Doren gaat hem weer voor de ploeg slingeren. Kopballetje. Gaat 2 meter over. Van Aniek Nouwen. Het is voor PSV toch vooral zaak om niet de hoop te verliezen. 3 doelpunten in een half uur. Ja, er zijn wel eens gekkere dingen gebeurd. Maar het is toch ook verleidelijk om de handdoek in de ring te gooien. Op zo'n koude, kille avond. Zonder al te veel perspectief. Maar hier is weer eens een vrije bal verdiend. Lijkt me iets te ver om in één keer te proberen. Al ligt Aniek Nouwen hem klaar. Afstand is groot. Gok een meter of 25, 30. Maar ze gaat het proberen. Over de grond. En in de handen van Van Domselaar. Prima redding. Prima schot ook wel. Stiekem te hopen op een foutje van de doelvrouw. Maar die had de bal goed vast. Goeie aanname daar. Van Weerde. Nu bij Van Mechelen.
Weer bij Van Mechelen. Probeert een inworp eruit te halen. Maar speelt hem uiteindelijk tegen zichzelf aan. En dan heeft de Loos iets gezien. Bij Nadia Kolen. Spreekt er daar nog even op aan. Worden in de gaten gehouden. René de Loos, die behoudt dus dat momentje in de eerste helft. Wat toch eigenlijk wel een penalty voor PSV had moeten zijn, die handsbal van Twente. Een prima wedstrijdfluit. Kolen hier aan de bal. Als je iemand zo'n prijs gunt, dan is het toch Nadia Kolen. Samen met Jesseline Kuipers vanaf het begin van de PSV-vrouwen al bij de club. Gaven deze week in een interview met Eindhoven's Dagblad nog maar eens aan hoe professioneel het is geworden. Terwijl hier Joelle Smits weer eens een kans kreeg. Lastige bal. Verdediging van Twente zat er goed bij. En zo golft het spel op en neer. Kuipers die nu de corner gaat trappen, waarin het eerste helft verloren was. Maar ik gok zomaar dat Van Doren de volgende weer mag gaan trappen. Nee, Kuipers en Kolen die in het Eindhovense Dagblad dus aangaven hoe de situatie is veranderd. Tegenwoordig hebben ze een eigen kleedkamer hier op de PSV campus. Vroeger moesten ze zich omkleden in de hokjes van de hogeschool en trainers op het veld van een amateurclub hier in de buurt. Wat dat betreft is er een grote slag gemaakt. En de KNVB die wil dat uiteraard ook stimuleren. Onder andere door dit toernooi te organiseren, de Eredivisie Cup. Waarbij de grote ploegen in Nederland net iets vaker tegen elkaar in actie komen. Zoals gezegd, ontmoeting 6 is dit al tussen PSV en Twente. Stand 1-2. Venna Kalma nu met de bal naar Van Mechelen die wat dieper is gaan spelen in de tweede helft. Schotje, tweede lijn. In de handen van Santiago. Renate Jansen hier met de aanname. Weerde gaat er langs. Kan de voorzet gaan geven. Tweede paal. Venna Kalma dacht hem al gemaakt te hebben. Die kon al nadenken over hoe ze ging juichen. Maar net op tijd werd die bal nog weggetikt. Door Julie Biesmans. Maar Kalma was bij de tweede paal al aan het loeren. En zo heeft ook Twente een kans niet benut. Het is voor het eerst in de wedstrijd. Vorige mogelijkheden van Twente vlogen er allemaal in. Al kun je het ook moeilijk mogelijkheden noemen. Kuipers nu. Balletje via de hak van Snoeys. Joelle Smits komt erbij, maar loopt eigenlijk een beetje in de weg. Ipema ligt. Maar spel gaat door. Ja, Renate Jansen gaat die bal buiten spelen, want Danique Ipema werd daar eigenlijk gesandwiched door het spitsenduo van PSV, Smits en Snoeys. Ziet er pijnlijk uit, voelt dan de linkerknie. Ipema, die zo gruwelijk in de fout ging bij de 1-0.
En dus ligt het spel even stil bij PSV. Ziet het er niet goed uit daar voor Ipema? Want hier op de gras liggen, dat doe je echt niet voor je lol. Dit lijkt me een serieus geval. En anders kan ze altijd nog actrice worden bij Getafe. Hebben we gisteren maar weer eens gezien. Maar strompelend van het veld. Het lijkt me dat we die niet meer gaan terugzien. In het restant van de tweede helft. Twente dus even met 10. PSV kan er natuurlijk van profiteren. Hier met Patty Waal. Goeie aanname. Jusiel zoekt het breed bij Kuipers. Met een passeeractie en een voorzetje. Maar die wordt er net uitgehaald. Door Darnout, de enige overgebleven verdedigster van FC Twente. Waar Peddemors de functie van Ipema invult. Maar Patty Waal hier 2-2 kan maken. En dat doet ook. Jawel. En wat kan er dan nog in de tweede helft? Wat kan er dan nog in de resterende 25 minuten? PSV zal twee keer moeten scoren voor een verlenging. Zoveel is duidelijk. Maar PSV profiteert wel net op het moment dat Twente met 10 staat. Vanwege de blessure van Danique Ipema. Die, hoe pijnlijk het net ook eruit zag, wel weer is teruggekeerd. Hier aan de bal. Maar Patty Waal bekroont haar prima wedstrijd. Met een doelpuntje. De bal werd nog wel aangeraakt door... Door Peddemors overigens. Waardoor keeper van Domselaar kansloos was. En krijgt PSV dan weer geloof. Kuipers hier aan de bal. Kan hij gaan schieten? Lijkt me dat Hens. Ja, dat lijkt me Hens inderdaad. Randje 16. Publiek denkt dat er een penalty gegeven wordt. Maar zover is het niet. Wilms stond op randje 16. Waar ze de bal met haar hand controleerde. Kuipers gaat trappen. PSV-icoon. Mag je toch wel stellen. De middenvelder uit Tilburg. En ja, gaat deze erin. Dan ligt het momentum opeens weer bij PSV. Maar laten we ophouden dat er nog wat ruimte is voor verbetering in de vrije trappen van PSV. Alleen maar op die verdedigende taak nu. Ondertussen krijgen de Twente speelsters instructies om zich vooral te focussen op hun verdedigende taken. Nog 20 minuten de bus parkeren en de beker kan mee naar Enschede. Zo is dit natuurlijk ook. PSV zal loeren op een doelpunt. En daarna er nog één voor de verlenging. Patty Waal staat vrij. Maakt ze van de 2-2. Goeie aanname weer. Goeie voorzet ook. Maar Van Domselaar toont zich vanavond een prima keeper. Maakt een prima indruk. Net zoals deze Naomi Patty Waal. Jusiel passeert Renate Jans alsof ze er niet staat. Goed zo,
Ja, Lisanne van der Wal krijgt toch maar geen grip op Naomi Pattiwaal. Heeft het echt een hele zware avond. Al zal zij straks de lachende derde zijn als zij met de medaille maar nek staat. Nog 20 minuutjes. Plus blessuretijd. Ja, Twente-speelsters krijgen vanaf de bank dus de instructie om het wat verdediger aan te doen. En ook om lekker de tijd te nemen voor dit soort momenten. Doeltrappen, inworpen. Alles om PSV uit het ritme te halen. Wat natuurlijk gewoon mag. Diepe bal nu naar Snoeys. Houdt ze die binnen? Jawel. Maar dan is de voorzet niet goed. En zou je zien dat Van Domselaar net iets meer tijd gaat nemen voor deze doeltrap dan dat ze dat in de eerste helft deed. In een doelgebied waar weinig gras meer te vinden is. Liep er in de rust even langs. Het is een modderbad. Het 5 meter gebied. Kalma, sterk aan de bal toch weer. Gebruikt haar lichaam goed. Ipema speelt hem vooruit. Tegen Pattiwaal aan. Waar Twente gaat wisselen. Stoltze is zich klaar aan het maken voor een invalbeurt. Bij PSV nog altijd dezelfde elf in het veld. Dezelfde elf die ook vorige week in actie kwamen. Pattiwaal blijft hier knap aan de bal. Omspeelt 3 speelsters, omspeelt 4 speelsters. Prima, top hard. Blijf even breed, Til. Blijf even breed. Ja, dat is goed, Kees. En dan zal Twente nu gaan wisselen. Annalena Stoltze maakt zich klaar voor een invalbeurt. Davinia van Mechelen is rechts buiten uw beeld het veld verlaten. En Annalena Stoltze erin gekomen. De Duitse middenvelder aanvaller. Ze kan het eigenlijk allebei. Debuteerde vorige week voor FC Twente tegen PSV. Kwam in de winterstop over van Wolfsburg, waar ze maar weinig aan spelen toekwam. En afgelopen week tegen Ajax. Als u het nog niet gezien heeft, zoek het dan vooral even op YouTube. Maakte zij een werelddoelpunt. Dat is werkelijk ongelooflijk. Vanuit de middenlijn maakte zij de 2-0 tegen Ajax, Annalena Stoltze. Beste manier om je debuut te maken in de Eredivisie. Zo nou mogen we dus ook het andere doelpunt voor rekening. In de 2-1 overwinning hier aan de bal. En die breedtebasis is prima. En dit steekballetje ook, Renate Jansen. Wordt dit de 1-3? Pardon, de 2-3. Maar het antwoord is nee, want de redding is prima. Santiago. Dat was een grote mogelijkheid daar voor Renate Jansen. Maar zo maakt Santiago toch haar foutje uit de eerste helft weer een beetje goed.
Jansen die zelf de corner gaat trappen. Met Ashley weer daar naar zijde. Zoals we zoeken naar het hoofd van Fennekoma. Die hoog boven de rest uitsteekt. Maar die wordt niet gevonden. En dus kan de bal via Joelle Smits worden weggewerkt. Countermogelijkheid PSV. Moet die bal goed zijn. Maar dat is hij net niet. Knap verdedigd daar door Lisanne van der Wal. Flinke tackle daar op van der Wal. Maar het spel gaat weer verder. Renate Jans aan de bal. Stoltz loert. Oh, wat een toepunt. Fennekoma met de 2-3 achter haar standbeen. Wat een werkelijk schitterende goal. Bergkampiaans wil ik bijna zeggen. Volledig onder controle, weet wat ze doet. Fennekoma. En buiten dat ze sterk is, is ze dus ook nog technisch. Waar ik meen Levels een gele kaart heeft gekregen voor die actie daar juist met Lisanne van der Wal. Maar waar afgelopen week Stoltze dus een wereldgoal maakte voor Twente. Doet Koma dat dunnetjes over. Waarmee de Eredivisie Cup dus wel beslist lijkt. Want PSV zal 3 keer moeten scoren. En dan is het er nog niet. Nee, PSV moet nog 4 keer scoren. Want bij 5-3 gaat Twente er met de beker vandoor op basis van het aantal gescoorde uitdoelpunten. Dat is nu hoger dan dat van PSV vorige week. En 4 doelpunten in een kwartier, dat lijkt toch lastig. Twente is natuurlijk ook gewoon een hele goede ploeg. Niet voor niks 6 keer landskampioen geworden. Goed weggebokst daar door Van Domselaar. Patty Waal nu weer aan de bal. Gooit hem nou maar eens naar binnen. Maar die bal schiet er iedereen voorbij. Speelsters van PSV hadden zich toch wat anders voorgesteld van deze avond. Waren toch hoog favoriet. Voorafgaand aan dit tweeluik. Maar het lijkt erop dat ze de prijs aan Twente moeten laten. Snoeis nu. Met het balletje naar Kuipers. Die zal hem voor proberen te zetten. Of haar tegenstander proberen uit te spelen. Het laatste probeerden ze, maar het lukte niet. Dat is een leek balletje. Op Van Doren, maar die kon er net niet bij. Bij PSV straks ook 2 wissels. Kouchiri en Christians Dottir maken zich klaar voor een invalbeurt. De 2 ervaren speelsters uit Malta en IJsland. Terwijl Patty Waal hier nog maar eens aanvalt, gaat ze voor de 2e. Ze ging voor de 2e, maar het schot met links was niet zo krachtig als het schot met rechts een kwartiertje geleden. PSV dat even wacht met de wissel voordat de corner getrapt is. Schot van Levels, metertje naast. En daar is dan de wissel. Christians Dottir en Kouchiri. Julie Biesmans gaat eruit. Christians Dottir zal op haar plek gaan spelen. En ook
Patty Waal verlaat het veld. Die toch een prima indruk maakte. Christian Slottier, die overigens met een masker speelt. Brak haar neus. Tegen Eindhoven. In een duel in februari. En nu met een op maat gemaakt masker. Het laatste kwartiertje. Lijkt erop dat Christian Slottier voorin gaat spelen. Voor de lange ballen. Fysiek natuurlijk een sterke speler. Nog meer ruimte voor jou, Ashton. Balletje van Kolen is goed. Maar de verdediging van Twente is op borden. Al geeft Cheyenne van der Goorberg hier onnodige corner weg. Kijken of die corners nu met Christian Slottier voor het doel wat extra gevaar kunnen gaan opleveren. Daar was ze bijna. De speelster uit IJsland. Daar is Stoltz weer. Zoekt de tegenstander op. Maar dat is een hele goede tackle daar. Van Jussiel. Kuipers, die rechts op het middenveld is gaan spelen. Nu Kouchiri in de ploeg is gekomen. PSV, zo moet gezegd, Houten moet erin. Blijft aanvallen, geeft dat absoluut niet op. Vier doelpunten in het restant van de wedstrijd zou een klein wonder zijn. Maar ook Twente heeft de boel goed op orde. Laat het absoluut niet verslappen na die 3-2. Vrije bal is weer goed. Maar de redding ook weer. Keep toch echt een puikenwedstrijd hoor, die Daphne van Domselaar. Wat dat betreft is het ook lastig om tot veel doelpunten te komen. Jussiel was daar weer sterk. Speelt er eigenlijk ook wel een foutloze avond. Weinig balverlies. Altijd op de goede plek. Echt een belangrijke kracht die Jussiel. Van der Goorberg hier. Knappe actie van Weerde. Maar speelt eigenlijk ook zichzelf uit. Slim gedaan, Smits. Onder de bal door daar. En dus kan Snoeys afdrukken. Nog een keer proberen. Maar dan is daar altijd weer die Daphne van Domselaar. Daphne, klasse! Kom maar,
Ho. In twee pogingen ging het goed bij Nadia Kolen. Waar Fenne Kalma hier die bal nog binnen kan houden. Maar medespelers staan niet meer voor het doel. Ze deed ook vanuit buitenspelpositie. Laatste wissel bij Twente nu. Roetgering komt erin. En het lijkt me dan Van der Wal die eraf gaat. Maud Roetgering, ja, bij PSV heb je Nadia Kolen en Jesselyn Kuipers die er al heel lang spelen. En bij Twente heb je Maud Roetgering, speelt er al 12,5 jaar. Mooi voor haar dat ze ook nog in de laatste minuten van deze Eredivisie Cup haar opwachting mag maken. Zal rechts achterin gaan spelen. En als doel hebben we meegekregen om de boel vooral lekker rustig te houden achterin. Want bij één doelpuntje zullen die van PSV er toch weer een beetje gaan geloven. Hier is aan de bal Roetgering. En voor de onorthodoxe oplossing gekozen door Daphne van Domselaar. Lynn Wilms vuist naar de linkerkant. Hier aan de bal. En is nu even weg achterin, waardoor de ruimte ligt voor PSV. Ja, Patty Waals daar weg nu natuurlijk. Maar Kuiper staat er nog. Krijgt toch een tikkie van Renate Jansen. Voordeel gegeven door de scheids. Die even twijfelde of hij moest fluiten. Voorzet nu tweede paal. Oh, Katja Snoeis. Ja, soms heb je van die avonden. Je kan het nog zo vaak proberen, maar tegen de touwen gaat hij niet. Katja Snoeis heeft zo'n avond. Speelt eigenlijk een prima wedstrijd. Alleen in de laatste fase gaat het mis. Had een hat-trick kunnen maken, denk ik. Zoveel grote kansen kreeg ze. Terwijl hier Twente weer weg is. Ashley Weerde wil het heel mooi doen. Ziet Santiago wat voor haar doel staan. Die denkt, als die Fenne Kalma een wereldgoal kan maken, dan kan ik het ook. Kalma hier weer aan de bal. Lijkt matchwinner te worden dus. Met die o zo belangrijke 2-3. En hier nog een mooi balletje naar Renate Jansen. Legt hem breed op Weerde. Weerde schiet. Weerde scoort. Maar de vlag is omhoog. Voor buitenspel. En dus gaat dit feest niet door. Blijft het even 2-3. En zal vooral Ashley Weerde daarvan balen. Die graag naar het Nederlands elftal was gegaan met een doelpuntje op zak. Maar dat was net een half metertje buiten spel. Het spel gaat weer verder via Snoeis. Bal naar Christian Dottier. Kopt hem goed door, maar ja.
En met deze trap van Daphne van Domselaar gaan we de laatste minuut van de reguliere speeltijd in. Level speert hem nog even naar voren. Ipema haalt hem daar weg. Die zo geblesseerd leek. Waardoor PSV nog even de 2-2 kon maken. Maar toch weer een fit indruk maakt. Ja, PSV dat heeft het zelf toch laten liggen. Maakte de 1-0 al na 2 minuten. Had hier aan een 2-0 overwinning vanavond genoeg gehad. Ashley Weerde ondertussen. Zal naar rechts gaan, naar Stoltze. Maar gevaar geweken. Maar kreeg knullig PSV 2 doelpunten tegen. Waardoor het met 1-2 de rust inging. En zich daarmee al een hele zware taak had gegeven voor de tweede helft. Kwam nog wel tot scoren. Via Naomi Patiwaal. De beste speelster van het veld. Vanavond. Maar tegen zo'n mooi hakballetje als die van Fenna Koma, daar valt weinig tegen in te brengen. En na de 2-3 was het vuur ook wel gedoofd aan PSV-zijde. Wisten dat ze nog 4 doelpunten moesten gaan maken. Dat is iets te veel gevraagd van deze ploeg. Maar speelsters zullen balen. Want het had een historische avond kunnen zijn. De eerste prijs uit de clubgeschiedenis van PSV. Maar nu de blessuretijd is ingegaan. Weet iedereen op het veld wel dat dat niet meer gaat lukken. Nederlaag met perspectief, dat natuurlijk wel. PSV gaat in de competitie nog steeds als een trein. Staat bovenaan en speelt bovendien in maart. Nog tegen Ajax in het Philipsstadion. Mooie wedstrijd. Mooie avond voor een nieuw record. Want nu al zijn er meer dan 12.000 tickets verkocht voor dat duel. Nog nooit kwamen er zoveel mensen kijken naar een wedstrijd in de Eredivisie Vrouwen. Wilt u daar ook nog bij zijn? Gaat u dan vooral even naar psv.nl. Deze Jesselyn Kuipers zal dat ook een mooie avond vinden als levenslange PSV-supporter. In een vol Philipsstadion. Terwijl hier nog bijna toegift komt van Jesselyn Kuipers. Was een mooi schot. Maar prima uit de lucht geplukt door Van Domselaar. Speelsters gaan even naar hun nationale ploegen. Al dan niet onder 23, onder 20, onder 18. Speelsters naar IJsland, naar Malta. Voor hun in de interlands. En dan keren ze in maart weer terug voor het restant van de Eredivisie. De beker en de play-offs. De Eredivisie Cup zit erop, wil ik zeggen. Maar we gaan nog steeds door. Ja, dat een beetje verwarring hier op de hertgang. Bank van Twente stond ook al te juichen. Renate Jansen krijgt nog even geel. Het zal voor aanmerking zijn op de leiding. PSV gaat nog proberen om een nederlaag te voorkomen. Het zal voor het uiteindelijke resultaat niet zoveel uitmaken. Voor het gevoel natuurlijk wel. Maar ook dat zit er niet in. Ipema nog. En die heeft het laatste balcontact van de avond. PSV verliest helaas voor de ploeg van Sander Leijten. De finale van de Eredivisie Cup over 2 wedstrijden. Blijkt FC Twente te sterk, daar is het feest. Tommy Stroot flikt het weer met zijn team. Na de landstitel van vorig jaar gaat ook de volgende binnenlandse prijs mee naar Enschede. De Eredivisie Cup. Wat na de 2-4 nederlaag van PSV in Enschede verliest het vanavond met 2-3 van FC Twente.
En dan is het over twee duels toch wel terecht met zo'n score. PSV gaat zich opmaken voor het restant van de competitie. Eerst gaan de spelers even naar de Interlands, waarna ze weer terugkeren hier in Eindhoven. Onder andere vooruitkijken naar dat mooie duel in het Philipsstadion tegen Ajax. Nogmaals, heeft hij nog geen kaarten? PSV.nl. En vanaf een kille hertgang een hele fijne avond toegewenst.